Ja, de slotzin, daar kan ik het wel over eens zijn, maar echt, voorzitter. Nou goed, ik ga de degens wel met Kamerlid kruisen. Maar laat ik even, want ik heb nog meer vragen. Maar even aan het begin. Want waarom is dit geen tijdelijke wet? Want even los van of je politiek nu vindt of dit een lage instroom is of een hoge instroom. Ik wil er best in meegaan dat wij het afgelopen jaar een hoge instroom hebben gehad in Nederland. Ook dat we vorig jaar een hoge instroom hebben gehad in Nederland. Maar op geen enkele manier, geen enkele expert die ik spreek, en ongetwijfeld ook geen enkele expert die de staatssecretaris spreekt, dat er nu sprake is structureel de komende jaren van een verhoogde instroom. Als je kijkt naar de afgelopen 30, 40 jaar, hebben we altijd pieken gehad. Zeker als een oorlog zo dichtbij is, zoals nu bijvoorbeeld ook met Oekraïne, reken ik gemakkelijker half, want dat maakt natuurlijk de instroom gigantisch hoog. 50.000 reguliere asielzoekers, erbovenop 100.000 Oekraïners. Dus mijn vraag is, voorzitter, ik wil nog best in meegaan dat het nu, met de huidige capaciteit van de IND, mensen die keihard werken, inderdaad gewoon niet te doen is. Maar ik ga er niet in mee waarom je dit structureel moet maken. Want volgens mij is er geen enkel bewijs dat we structureel de komende jaren te maken hebben met dezelfde instroom als de afgelopen 2 jaar. Maar twee dingen daarop, voorzitter. Eén, ik heb mevrouw Piri horen zeggen dat zij juist deze wet voor de komende 3 jaar niet wil. Want zij heeft letterlijk gezegd, dit kabinet zou ik nog wel wat mee kunnen. Maar als ik zie wat er nu voor kabinet aan gaat komen, dan wil ik dat niet voor het nieuwe kabinet. Dus juist als we hem tijdelijk maken, is dat een argument voor mevrouw Piri om vervolgens tegen te stemmen. Omdat ze zegt, als je het over 3 jaar zou hebben gedaan, zou ik het gesnapt hebben. Maar voor de komende 3 jaar niet. Dus het lost het probleem tussen mevrouw Piri en het kabinet niet op. Twee, het kabinet redeneert anders. Het kabinet zegt, dwangsommen zijn bedoeld om een partij te stimuleren, in dit geval de overheid, om zo snel mogelijk een besluit te nemen. En wij hebben als kabinet, wij hebben als overheid, wij hebben als IND deze stimulans niet nodig om zo snel mogelijk besluiten te nemen. Nu hebben we te maken met een enorme wachtlijst van bijna 70.000 dossiers. Maar zodra we op 7.000 dossiers zitten en de zon gaat schijnen in Nederland, ook dan zal de IND zo snel mogelijk een besluit nemen. Ik ben iets minder hoopvol, voorzitter, dan deze staatssecretaris over wat zijn opvolger zal gaan doen. Maar u heeft gelijk. Ik heb niets gezegd over mijn opvolger. Dat komt nog. Misschien. Kijk, ik accepteer de correctie, want u heeft eigenlijk helemaal gelijk. Als dit kabinet, waar de PvdA GroenLinks niet in zaten, er nog steeds gewoon missionair zou zitten, had ik kunnen meegaan met een tijdelijke wet. U heeft helemaal gelijk met wat er gaat komen gaan. Zou ik ook met een tijdelijke wet niet meegaan. Daar heeft u gelijk in. Maar laten we het dan hebben over die dwangsommen. Volgens mij inderdaad hebben we het over dwangsommen die ertoe moeten dwingen dat de overheid komt tot sneller besluit. Maar dwangsommen zijn natuurlijk ook een soort compensatie naar een individuele individu, omdat de overheid heeft nagelaten om zich te houden aan de wettelijke termijnen. En als we het dan nu hebben over die dwangsommen, van al dat geld wat daaraan wordt uitgegeven, grootste maatregel, het is veel duurder die rechterlijke dwangsommen dan de bestuurlijke dwangsommen. Als ik gewoon even kijk naar de gegevens van het ministerie, hebben we hier echt te maken met totale symboolpolitiek. Volgens mijn berekening, maar ik hoor graag als dat niet klopt, hebben we het hier nu over een wet die als die wordt doorgevoerd 1,4 miljoen euro gaat besparen. Klopt dat of niet? De staatssecretaris. Ja, mevrouw. Meneer de voorzitter, mevrouw Piri zit echt volstrekt fout. Dwangsommen zijn niet bedoeld om iemand schadeloos te stellen. Dat noemen we schadeloosstellingen, dat noemen we smartengeld, dat noemen we schadevergoedingen, dat noemen we van alles. Dwangsommen, het zit al in het woord besloten, zijn bedoeld om de partij te dwingen die moet betalen. Schadeloosstellingen, smartengeld, et cetera, is bedoeld voor het, tussen aanhalingstekens, slachtoffer van iets. Dus dit is echt niet bedoeld om iemand te compenseren voor geleden schade. Dit is bedoeld om iemand te stimuleren om het juiste gedrag te vertonen. Daarvoor is een dwangsom bedoeld. Daarom heet hij ook zo. Dus ik ben het gewoon fundamenteel oneens met mevrouw Piri. Dat is één. En twee,
Ja, we spreken hier niet over grote bedragen. Daar heeft mevrouw Pieri gelijk in. En ik zou zeggen, nou en? Want het feit dat het om kleine bedragen gaat, of om kleine aantallen gaat. Ik heb in deze Kamer wel eens wetten aangenomen zien worden die over 100 of 200 mensen gingen. Maar dan zijn ze nog steeds, kunnen ze van fundamentele waarde zijn. Nou, ik heb u voorwet een systeem die over 2 of 3 mensen gingen. Namelijk als het om de begroting van het Koninklijk Huis gaat. Dus los daarvan, het is echt zo dat je soms besluiten neemt over kleine bedragen of kleine groepen mensen. Bijvoorbeeld vanwege de symbolische waarde die dat heeft. Dus nee, het spijt me, mevrouw Pieri, ook kleine dingen doen ertoe. De staatssecretaris vervolgt zijn betoog. Dank u wel, voorzitter. Ik ga even wat vragen doorlopen, want u kent mij. Anders dan maken we er gezellig 10:30 van en dat is niet de bedoeling. Bestaat er een verschil tussen beslissen met of zonder dwangsommen? Nee, dus zeg ik richting mevrouw Koekoek. Het is heel nadrukkelijk de bedoeling dat wij gewoon zo snel mogelijk besluiten nemen. Dat willen wij als Kamer, sorry, dat wil u als Kamer. Volgende week mag ik wij gaan zeggen. Dat wilt u als Kamer, dat willen wij als kabinet. Want we hebben er belang bij dat mensen die in Nederland zijn en die niet mogen blijven, dat zo snel mogelijk te horen krijgen. En we hebben er belang bij dat mensen die wel in Nederland gaan blijven, zo snel mogelijk in de Nederlandse samenleving kunnen gaan functioneren. En dan vervolgens ook gaan werken, belasting betalen, vacatures vervullen en een bijdrage gaan leveren aan het verrijken van onze samenleving. Dus nee, dat is niet aan de orde. De afschaffing van bestuurlijke... Nou, die heb ik al gehad. Is er geen alternatief te bedenken? De heer Brekermans vroeg het, de heer Dijk vroeg het. Nee, daar hebben we dus naar gekeken. Die zien wij dus niet. En ja, het is waar, dat is ook door de SGP gezegd, in heel veel andere landen kent men dat niet. Dat laat onverlet dat de Raad van State toch deze uitspraak heeft gedaan. En wij zijn, gelukkig maar zou ik bijna zeggen, wel gebonden aan de uitspraak van de Raad van State. En dat heeft onder andere mee te maken dat, zoals mevrouw Pieri al zei, je naar het totale systeem in andere landen moet kijken. Maar in die zin heeft zelfs zeggen van, ja, maar in dat land hebben ze het niet, heeft geen zin. Er zijn wel meer dingen die ze in andere landen niet hebben. Hier heeft in ieder geval de Raad van State tegen ons gezegd, u mag dit niet doen. En dan houdt het gewoon voor ons op.